Doodmoe, ja. Ik word een beetje doodmoe van die omzicht. Ja, heb je hem nou weer gelezen na dat verslag? Nou, wat een verslag was dat van die Plasterk. Dat wisten we allemaal al. Alleen dat hij 10 januari de boel eigenlijk al had opgezegd. Dat was het enige. En voor de rest was wat die mensen allemaal hebben lopen doen. De afgelopen 2 maanden. Joost mag het weten. Dat weet Joost ook niet hoor. Nee. Wat een toestand zeg, vrienden. Wat een geprut zeg. Wat een amateur, ja. Maar goed, heb je gelezen? Want dat wou ik even zeggen. Over die omzicht. Dus nu is er dan voorgesteld. Nou, dan moeten die 4 partijen die moeten maar doorgaan. Gebaseerd op wat, dat weten we dan niet. Maar dan zegt Omzicht gelijk, die zegt, hé, we gaan in de volgende ronde, dan gaan wij niet meepraten. Oh, hij komt helemaal niet. Dat vertelt hij hier. Ja, want hij zegt, ja, en dan mogen ze af en toe even met mij van gedachten wisselen, want dat zegt hij dan. En dan zal ik dat op dat moment wel beoordelen of ik kom, ja of nee. Nou, zeg. Hé. Wie denk je wel dat je bent, Omzicht? Die voelt zich, weet ik veel wat allemaal. Dat kan toch helemaal niet? En die Sam Hagens, trouwens zwaar onderschat, die Sam. Die zit bij het verkeerde programma. Die had de NOS al lang moeten kopen. Enige die goed geïnformeerd is in Den Haag. Sam Hagens, die zat te vertellen. Die zei, ja, als ik het goed beluister allemaal, dan wil hij gewoon helemaal niet meedoen, die Omzicht. Nou, als we dat nou weten en we hebben dit net gehoord wat hij allemaal gezegd heeft, dan denk ik bij mezelf, laat die Omzicht gewoon zitten. Laat hem gaan. Ja, niet dat geslijm van allemaal van de VVD en van de PVV en oh, Pieter, kom maar weer aan tafel, we nodigen je weer uit. En nee, houd ermee op. Houd ermee op. Laat hem gaan. Niet, geen aandacht meer geven. Dat is het gewoon. Want hij gaat alleen maar zorgen voor een hoop ellende in de toekomst. Ja, want elke keer als Pieter Omzicht iets heeft gezegd, vrienden, dan zitten wij allemaal met ongeveer 10 vragen. Oh, wat zou hij bedoeld hebben? Wat wil hij daarmee zeggen? En gaat hij dit wel of niet doen? Enzovoort. En dat blijft gewoon maar aan de gang. Dat vindt hij lollig, Pietertje. Ja, en dat gaat straks dan ook gebeuren. Met dan zogenaamd als hij gaat gedogen. Want dan is de ene keer, ja, ik doe wel mee. De andere keer, ik doe niet mee. Paniek in het kabinet, noem het allemaal maar op. Het is één grote bak. Chaos gaat het worden als Pietertje mee gaat doen. Laat hem aan de kant. Zeg doei tegen Pietertje.